heel blij dat je weer kijkt, want vandaag heb ik echt iets confronterends gedaan dat echt niet normaal was. Ik heb vandaag ontdekt dat ik al heel mijn leven de foute jeans draag en dat is allemaal dankzij Lola Lisa. En ik neem je mee op mijn ontdekkingstocht, namelijk de tocht naar de perfect jeans that is made for me. Dankzij Lola Lisa heb ik een test gedaan om te zien welke broeken perfect bij mijn lichaamstype passen. Dus ik droeg altijd lage tailles omdat ik dacht, oh ja, lekker strak schoon. Maar blijkbaar is mijn poep daar een beetje te dik voor. Dat is geen schande. Ik heb nu eenmaal een peerfiguur. En dankzij deze test heb ik eigenlijk ontdekt welke broeken perfect bij mij passen. Dus ik heb een quiz doorgestuurd gekregen en die quiz noemt Find Your Jeans. Heel duidelijk. Dus in deze test vind je perfect welke jeans suitable is voor your body. De eerste vraag is starting at the top. Dus we beginnen bovenaan. Hoe zijn je rondingen? Dan kan je kiezen uit 4 optionele antwoorden. Bij mij is dat ik vrij curvy hips heb door mijn perenfiguur. Maar dat mijn jeans wel altijd goed past. Maar het enige probleem dat ik wel vaak heb, is dat het achteraan aan mijn rug mijn jeans vaak open staat. Doordat ik wel een holle rug heb. Dus dat is inderdaad perfect antwoord A in deze test. Als ik dan naar het volgende puntje ga, de volgende vraag, dan vragen ze how is the booty? Wel, mijn booty is all the way there, aangezien ik zo een peertje heb van figuur. Dus weer al A, all of the booty. De volgende vraag is dan, wat omschrijft je benen het beste? Ook heel belangrijk voor een jeans dat je benen heel mooi gaan uitkomen. Je kan dan kiezen uit atletische vormgeving van je benen, een goed geproportioneerde benen, of ze zijn iets struiser, iets meer aanwezig, of ze zijn echt mega mega slank. Jammer genoeg moet ik daar ook weer A op antwoorden. Zijn mijn benen iets struiser aanwezig, aangezien ik toch wel wat billetjes opgezet heb. Dus ja, daar moet ik wel rekening mee houden dat die ook in mijn jeans gaan passen, uiteraard. En dan de laatste vraag is wat je eigenlijk verwacht van je jeansbroek. Wil je dat ze je rondingen een beetje gaat smoothen, een beetje egaler gaat maken? Wil je er groter door lijken? Wil je dat je body meer in balans gaat zijn? Of wil je juist extra rondingen gaan toevoegen? Jammer genoeg moet ik daar ook weer al A op antwoorden. I want to smooth out my curves. Dus ik wil dat mijn rondingen een beetje meer verborgen zijn, zodat ik minder op een peer lijk en meer op een zandloper. Dan kan je gaan kijken. Onderaan staat er dan verschillende jeanssoorten. En dan kan je gaan vergelijken. Ik heb meestal A geantwoord. 4 keer namelijk. Op alle vragen was mijn antwoord A. En dan zeggen ze dat ik een slim en straight jeans moet kopen. Dus een rechte broek die niet te wijd gaat uitlopen. Omdat dat mijn curves nog meer in de kijker gaat zetten. Maar ik moet ook een high-rise of mid-rise broek kopen. Dat wil zeggen toch wel een taille die tot aan de navel of net tot boven de navel loopt. Waarom? Dat gaat eigenlijk je love handles meer gaan egaliseren. En gaat deze dan ook meer verstoppen, waardoor je slanker gaat lijken, waardoor de curves minder aanwezig gaan zijn. Ik ben nu in de auto aan het rijden. Je ziet wel. Wee! En we zijn onderweg naar Lola Lisa. Om eigenlijk een broek te vinden die volgens die test perfect voor mij is. En ik ga jullie ook laten zien waarom die zo goed voor mijn lichaamstype is. Ik heb nu mijn casual broek aan die ik bijna altijd draag, een lage taille. En dan ga ik zometeen de hoge taille dragen, want die moet ik eigenlijk aandoen volgens die test. En dan ga ik jullie tonen wat er zo spectaculair verandert aan mijn body, aan mijn figuur. En ik plaats sowieso de link van die test ook hier onderaan in de description box. Zodat je ook die test zelf eens kan doen. En ja, we zien wat het gaat geven. Oké, dus ik heb de perfecte broeken gevonden bij Lola Lisa. Zoals je kan zien was het echt wel een gigantisch verschil met een lage taille of een hoge taille. Dus ik denk echt dat ik vanaf nu geen lage tailles meer ga kopen. En het fijne is, ik heb mij direct 2 broeken aangeschaft. Zowel de grijze als de blauwe. Waarom? Ze hebben momenteel een actie. These denim is made for.
Dus dat wil echt zeggen, de denim is gemaakt voor uw lijf. Daarom dat ik ook die test heb gedaan. Maar als je twee broeken koopt waar dat dit kaartje aan hangt, dan heb je het goedkoopste artikel aan min 50% korting. Dus ik ben echt super blij dat ik die test heb gedaan. Super blij dat ik eindelijk weet welke soort broeken perfect bij mijn lijf passen en waar ik er toch een beetje slanker mee uitzie. Want amai, het verschil was echt confronterend. Dus dank u Lola Lisa om mij weer een beetje wijzer te maken. Dat is mijn video over This Jeans is Made For. Ik hoop dat je video fijn vond om naar te kijken. Als dat zo was, laat zeker een duimpje achter. Vergeet ook niet om je te abonneren. Dat is nog altijd gratis. Dus zeker doen. En je weet het, tot volgende keer met een nieuwe fashion video. Bye bye!